Dat is nog een derde grote valkuil. Te veel veranderingen tegelijkertijd op gang willen brengen. Mannen kunnen niet multitasken. Dat is niks nieuws, dat wist je waarschijnlijk al. Maar ik zal je een geheimje verklappen. Vrouwen kunnen ook niet multitasken. Zelfs niet als ze leidinggevende zijn. Om innovatie een kans te geven, zul je focus moeten aanbrengen. Gooi er maar een cliché tegenaan. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Ook dat wist je al. Maar wat gebeurt er als je die wetenschap nou echt eens gaat toepassen in de organisatie? Aandacht werkt net als een vergrootglas waarmee je zonnestralen weet te bundelen tot een smeulend vuurtje. Hoe meer focus je aanbrengt, des te sneller vliegt de boel in de fik. Net zo werkt het met vernieuwing in de organisatie. Kies een beperkt aantal focuspunten of projecten en richt daar alle mogelijke energie op. Dit zorgt voor duidelijkheid, overzicht en herkenbaarheid. Medewerkers kunnen na verloop van tijd dromen wat de bedoeling is. Bovendien maakt focus de kans groter op succes. En succes zorgt dan voor nieuwe energie, waarmee jullie ook weer nieuwe vuurtjes aan kunnen steken. Mijn tip is dus, ga verminderen als je innovatie wil vermeerderen. Ga voor meer inzichten in organisatieontwikkeling en leiderschap naar www.optimusprime.nl.